Hey Pascal. Hey. Nooit verwacht dat ik het zou mogen maken over mijn favoriete Twitch streamer. Yo kijkers, JXG, super vet dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Texture Pack. Vandaag staan we weer in onze prachtige wereld, maar voordat we verder gaan in deze prachtige wereld, heb ik eerst wat leuks te zeggen. Ik heb namelijk gisteren ook al verteld, maar er komt inderdaad een super vette livestream aan. En ik zeg het je, die wordt echt heel erg vet. Het is namelijk zaterdag 23 februari van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En nou, ik heb er echt heel erg veel zin in. Want er komen leuke gasten, er worden misschien zelfs spellen weggegeven. Er zijn leuke spellen die gespeeld gaan worden. Dus het wordt allemaal echt super leuk. Maar we gaan eerst even verder met onze texture pack. Dus zet trouwens eerst even in de comments als je erbij gaat zijn. Want ik zou het in ieder geval super tof vinden. Maar we gaan verder met onze texture pack. Ik heb een aantal dingen hier in mijn hand. En ik heb een aantal leuke reacties weer gekregen. En dat is de eerste comment van Ben van der Velde. En die zegt, verander je muziek naar District voor jou of andere liedjes. Dat vind ik een superleuk idee. Ik doe even slash weather clear, want ik vind dat regen alleen maar irritant. Want het is net lekker weer aan het worden, begint hier weer lekker te regenen. Nou, dat denk ik toch niet. Oké, in ieder geval, hier. We hebben onze music decks en onze jukebox. Onze jukebox hebben we al een gekke speler van gemaakt. Dus als ik hem nu erin zet... Heel saai, moeten we niet willen. Maar, hey, nu komt het, hè. We hebben hier Music Disc en die heet Chirp. Wat ik ga doen, is het volgende. Ik heb hier gewoon mijn mapje, .minecraft, en dan een resource pack. En dan staat hier mijn your texture pack. En dan staat hier Minecraft. En dan staat hier, heb ik een mapje sounds neergezet. Nou, sounds. In de mapje sounds zit het mapje record. Waarom het allemaal zo heet? Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, dit moet er schijnbaar in. En hier heb ik mijn district, die heb ik eventjes gedownload en omgezet naar een OGG bestand. Ja, wat het is, geen idee. Ik heb het ook nog nooit gebruikt, maar schijnbaar werkt Minecraft ermee. Ik heb gewoon een website gebruikt van MP3 naar OGG en dat was het. Maar, zoals je ziet, de disk zelf heet Chirp. Wat wij gaan doen, is wij gaan terug naar onze mappie. En wij gaan de tekst hier, dit is de tekst van mijn titel van mijn diss track. En wij gaan het veranderen naar Chirp. Letterlijk, dat is het. En als het goed is, kan ik nu dus weer F3T doen. Ik ga het nog een keertje uitleggen voor de mensen die nieuw zijn bij deze serie. Hey, ben je nieuw? Ik ben cool en abonneer. Goed, als je F3 plus T doet, dan gaat hij eventjes heel je texture pack refreshen. Gaat even alles doorzoeken van, hey, in welk mapje... Is er iets veranderd? Nou, in dit geval heb ik in het mapje Sounds Records heb ik Chirp neergezet. Dus uiteindelijk komt hij erachter van, hey, ik moet Chirp vervangen met de geweldige diss track die Jurien ooit heeft gemaakt. Waar overigens nog een tweede diss track die komt eraan. De beat is al eigenlijk zo goed als af, maar dat komt er nog aan. Maar hier, we zijn in de wereld. We hebben hier onze disc. Hey Pascal. Hey. Nooit verwacht dat ik het mogen maken over favoriete Twitch streamer! Deze blokken probeert op PewDiePie te lijken. Dat ziet iedereen, want dat kan je niet ontwijken. Vet toch? Hey, maar als ik wegloop, hoor je het al iets minder? Of niet? Jij nu ook het zachter? En nu ben ik niet meer. Oh my god, zoek die diss track. Dit is zo vet. Hey, hey, waar je voor kan gaan, want iemand met een IQ van 20 nemen ze nooit aan. Schitterend. Ik vind het een geweldige update van het texture pack. De beste tot nu toe. Oké, genoeg over mezelf. We gaan door naar het volgende idee. Want het volgende idee is namelijk van Bart van de Look. Look, denk ik, weet ik niet. En die zegt, goud is geld. Top idee, dat gaan we doen. Dus we gaan hier even deze openen. En we gaan even zoeken naar goud. Oké, we gaan even in Minecraft. Dan moeten we even zoeken naar textures. En dan staat, even kijken, dan staat bij items, staat dan gold underscore ingot waarschijnlijk. Oké, hier hebben we gold, dus daar, oh ja, hier, gold ingot. Oké, die moeten we dadelijk gaan vervangen. Wat ik ga doen, ik ga even een nieuw bestand aanmaken van 512 keer 512. Toevallig is hij er al. Ik heb hier een schitterende euromunt. Die is zo jemig wat een kwaliteit. Wow, die doen we even iets kleiner maken. Oké, we zoomen even in. Zo.
En dan hebben we hier hebben we eigenlijk al onze euromunt. Zo, die staat hier schitterend, machtig, mooi. In het midden, perfect. Oké, we slaan hem even op als items inderdaad. En dan slaan we op als PNG. En dan slaan we op als gold underscore ingot. PNG. En dan gaan we hem vervangen. Hebben we redelijk goede kwaliteit. Want het is 512 keer 512. Dus de kwaliteit zal waarschijnlijk wel heel erg goed zijn. Zo ziet hij er nu uit. En wat we nu gaan doen is we doen F3T. Gaat hij refreshen. Ik heb prommelijk een screenshot genomen. Maar als het goed is hij nu ook aan het refreshen. Ja, want alles loopt vast en dan kan je niks meer. Dat is altijd zo. Als je eenmaal gaat refreshen, dan loopt hij voor een reden loopt hij altijd vast. Maar ja, dat snap ik ook wel, omdat hij natuurlijk heel die bestanden moet gaan doorzoeken. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe onze euromunt eruit gaat komen te zien. Kom op, maak er iets moois van. Maak het leuk. Wat duurt er lang? Heel erg lang. Duurt lang. Hey, we hebben een euromunt. Hey, schaap. Wil je een euro hebben? Hier. Die euro is net zo groot als je voet. Is mooi, hè? Hij is niet geïnteresseerd. Ik vind hem wel leuk geworden. Ook gewoon hier onder in de hotbar zie je nu ook gewoon letterlijk een euro staan. Ziet er super leuk uit. En de kwaliteit is echt nice. Je ziet duidelijk euro. Je kan heel goed landen. Kan je gewoon zien. Heel erg nice. Deze is ook leuk. Dus Bart van de Loke. Dankjewel voor je idee. Ik vind hem... Waarom zijn ze zo agressief? Het is een boze wolf. Zijn ogen werden een beetje rood. Oh. Rustig aan, makker. Oh nee. Oh nee. Ik ga de schaap helpen. Ik ga de schaap helpen. Ik ga de schaap helpen. Ik kan de schaap niet... ik heb de schaap niet kunnen helpen. Oké, we hebben in ieder geval nog één ideetje. Wat ik in ieder geval wil gaan toevoegen aan de texture pack. En dat idee is van... Maak een zwaard een rocket launcher. Dat zegt Linda Linda. Maar wekelijks Quinn en Gameboy 50 die reageren erop. En die zeggen... Nee, er moet een boog worden. Dat vind ik een leuk idee. De boog is namelijk nog steeds gewoon een boog. En ik denk dat het leuk is om deze aan te passen naar de rocket launcher. Dus wij gaan even naar onze Photoshop. En ik heb al een mooie rocket launcher gevonden. Namelijk die van Fortnite. Daar is waarschijnlijk niemand blij mee. Oké, de maat van de euro is op zich prima. Dus ik pak deze even. Oh, de maat hiervan klopt ook precies. En wat ik moet doen is ik moet hem eerst even spiegelen. Zo. En ik moet hem letterlijk deze kant op draaien. Want de boog die staat ook zo met zijn pijl naar boven gericht. Maar vanaf nu wordt het wel een beetje lastig. Ik moet hem opslaan als bij items. Ik moet hem opslaan als PNG. En dat heet bow underscore pooling underscore 0, 1 en 2. En bow standby. Dus ik moet hem in totaal moet ik hem 3 keer opslaan. Ik heb hem nu dus opgeslagen als bow 0 zeg maar. Nu moet ik weer bow. En dan moet ik als 1 opslaan en vervangen. En nu moet ik hem nog een keer opslaan. En dat is voor bowpooling 2. Dat houdt in, zeg maar, als je hem trekt, doet hij steeds net iets anders. Maar ik ga dat zelf niet aanpassen. Super veel werk, super saai. En zo werkt het ook, want zo rekt hij gewoon de rocket launcher uit. En we slaan hem gewoon nog een keer op als PNG, als bow standby. Dus gewoon de standaard standby.png. We willen die vervangen. En letterlijk, dat was het. Dus zo simpel is het. Dus mocht je ooit iets willen aanpassen in je eigen texture pack. Nou, letterlijk, zoals je ziet, zo simpel is het. En we doen dus weer F3T. En dan gaat hij weer refreshen. En dan hebben we één rocket launcher in onze hotbar staan. Wat super leuk zou zijn. En die ook nog pijlen kunnen schieten. Alleen het is heel moeilijk om pijl veranderen naar een raket. Ik kan het proberen. Misschien is dat iets leuks voor de volgende aflevering. Dat ik de rocket launcher pak en dat er een, ja, dat er een raket echt uitschiet in plaats van een pijl. Maar je hebt heel veel soorten pijlen voor in de Minecraft. Dus dat je geraakt wordt, dan heb je speed of dan heb je dit of heb je dat. En dat maakt het wel lastig. Maar dit... Oh my god, dit is prachtig. Pew! Ja. Hey, creeper man. Hey, ik schiet je neer met een raket. Nu is hij dood. Ja hoor, deze is ook super leuk. Ik wil even Linda, wekelijks Squim en Gameboy 50 bedanken. Ja, voor het idee. Linda voor het grootste gedeelte. Omdat de rest daarop ging reageren. Wow, waarom ga je niet dood? Hey, wat? Jemig, dat duurde lang. Oh, hier staan ondertussen allemaal mooie microfoontjes. Nou, dames en heren. Ik denk dat we toch een partij geweldige updates hebben gedaan. Of niet, Spin? Dat dacht ik. Ik vind het wel... Kijk, het leuke is, hij rekt heel goed uit. Dus je ziet wel wanneer je op zijn maximale bent met schieten. Super nice. Ik vind het echt een leuke update. Dus nu hebben we gewoon letterlijk
een raket in onze handen vast. Ja, wie wil dat nog niet hebben? Hey, dames en heren, mocht je nog leuke ideeën hebben, laat het zeker weten achter. Goed zo, Wolfies. Pak hem. Pak hem. Ik help hem mee. Ik help wel. Sorry. Ja, graag gedaan, hè. Mocht je zelf dus nog leuke ideeën hebben, laat het zeker meteen even weten in de reacties. Want dan kan ik weer leuke ideeën uitzoeken. En dan kan ik die misschien in de textpack gaan stoppen. Mocht je hem willen downloaden, de downloadlink van de textpack staat gewoon in de beschrijving. Mocht je dit geen leuke update vinden, kan je altijd nog een oudere versie pakken van een oudere video. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zou ik zeggen, ben er zeker weten bij zaterdag voor de livestream. Want de livestream wordt super dope. En oh my god, ik dacht dat hier even water lag, maar het is slapen. En dan zie ik jou heel graag in de volgende video. Morgen om 6 uur. Druk op het belletje. Abonneer. Dankjewel. Ik heb genoeg gepraat, of niet, hè? Ja. Doei. Oh nee, ciao.